Als je hartfalen hebt, als je epilepsie hebt of grote angstaanvallen, dan is echt het advies om niet te komen. Wij gaan een kernexplosie ensaneren en hoe de samenleving er dan over 2 maanden na die explosie uitziet. Je komt als bezoeker binnen en je wordt ondergedompeld in hoe de samenleving eruit ziet. En dat betekent dat de mensen die de kernexplosie overleefd hebben, die lopen dus echt hier als zombies rond. Dat loopt als alles is tekort. Er is eten tekort, er is de voedsel tekort, er is alles tekort. En dan komt er in één keer een invasie van nieuw bloed binnen. Het advies is om 16 plus, dan kun je alleen onder de 16... onder begeleiding van een ouder iemand. Als je hartfalen hebt, als je epilepsie hebt of grote angstaanvallen, dan is echt het advies om niet te komen.